handen in de lucht op een volgeladen kerkplein. Tijdens de huldiging van Jiske Griffioen en Esther Vergeer in Woerden. 1 hand in de lucht. 2 handen in de lucht. Jiske en Esther! De twee werden toegejuicht en toegezongen door de inwoners van hun geboortestad en de fans. Ja, het was echt super mooi om hier in mijn geboorteplaats te zijn. Ik woon hier niet meer, maar om hier gehuldigd te worden. Met zoveel mensen die lovende woorden spreken, trots op wat wij daar gedaan hebben. Dat is echt heel mooi. Omdat Esther Vergeer voor de 4e maal op rij goud won bij het enkelspel op de Paralympische Spelen, werd ze extra in het zonnetje gezet. En ik mag je namens die raad nu al toekennen dat jij de eerste ereburger wordt van de stad Woerden. Ja, dit is echt bizar. En gewoon de eerste ereburger. Dus ja, ik voel me echt enorm vereerd. Ik vind het echt te gek en bijzonder dat ik dat, dat ik het mag zijn. Dus dat, ja, die oorkonde, en dat krijgt wel een bijzonder plekje. Ja. En hoe is het nou om zo ontvangen te worden in je thuisstad, op het Kerkplein? Ja, dat is echt heel leuk. Ik ken niet iedereen natuurlijk, ik ken niet iedereen persoonlijk. Maar ik heb altijd wel het gevoel alsof iedereen heel erg betrokken is. En dat merk je in de supermarkt, dat merk je op straat, dat merk je... En dan is het gewoon heel gaaf als er zo'n grote opkomst is om toch wel deze bijzondere gebeurtenis samen met mij te vieren. Of samen met Jiske en mij. Dus dat is wel heel leuk, ja. Dat was het voor nu. Meer nieuws, maar ook video's en foto's van de huldiging, die vind je op onze website. En dat is woerden.tv.